De Karel de Grote Hogeschool organiseert regelmatig studiedagen. Wij gingen kijken nemen op de campus gezondheidszorg, waar een studiedag met als thema Mag het wat meer zijn? Gewicht van vrouwen in de perinatale periode plaatsvond. In eerste instantie van harte welkom. Ik zal jullie dagvoorzitter zijn vandaag. Ik zal straks met jullie de dag op deze Ik ben Erik Frank. Ik ben verbonden als docent psychologie hier aan de Karel de Grote Hogeschool. En eigenlijk samen met mijn collega Christine Keulemans, docent sociologie, zijn wij bezig met onderzoek. Christine is eigenlijk coördinator van het onderzoek hier aan de hogeschool. En ik ben wetenschappelijk coördinator. Dus ik hou mij bezig met de wetenschappelijkheid. Mm-hmm. En Christine met de organisatie en de procedurele aspecten. En samen zijn we eigenlijk een kernteam. De studiedag bestond uit een aantal lezingen van specialisten, zoals professoren, dokters, diëtisten en kinesitherapeuten. We vroegen dagvoorzitter Erik Frank naar de aanleiding van deze studiedag en waarom het onderwerp Mag het wat meer zijn was. De aanleiding van de studiedag is eigenlijk een project geweest dat ondertussen 4 jaar geleden zijn oorsprong heeft gevonden bij een idee van een van de collega's rondom hoe zit het eigenlijk met het gewicht van vrouwen, de evolutie van het gewicht postnataal. Zij heeft toen een onderzoeksproject ingediend, dat is goedgekeurd en het jaar nadien is zij gestart en dat is 3 jaar geleden. En is zij begonnen eigenlijk met vrouwen te recruteren om postnatale gewichtsevolutie in kaart te brengen. Zij is dan uiteindelijk gestopt met haar onderzoek en dankzij eigenlijk de coördinator onderzoek, en dat is mijn collega Christine Keulemans, die heeft dat eigenlijk wat proberen op te vangen en die heeft 2 andere collega's of nieuwe collega's bereid gevonden, Kathleen Biesmans en Kathleen Gavel, om het onderzoek over te nemen en eigenlijk verder te zetten. En dat is de onmiddellijke aanleiding, namelijk dat we nu de resultaten hebben van deze studiedag. Bij zwangere vrouwen is het heel belangrijk dat ze niet aan te veel overgewicht lijden. Dit kan voor problemen zorgen bij de bevalling en gevolgen hebben voor het kind op korte en lange termijn. Maar hoe groot is deze problematiek nu juist en hoe evolueert die? Kathleen Biesmans, onderzoeker bij gezondheidszorg, weet het antwoord. We zitten nog lang niet in een Amerikaanse situatie, maar je ziet dat eigenlijk heel Europa stilaan wel evolueert naar een hoger overgewichtspercentage. En ja, we willen natuurlijk niet in die Amerikaanse situatie terechtkomen. Hè. Dus dat is denk ik toch wel... Ja, een groot belang van onderzoek te doen naar gewicht in de perinatale periode, dus de periode rondom zwangerschap en bevalling. Kathleen Gavel, ook onderzoekster, vindt vooral preventie belangrijk. Wat aan mij vooral is bijgebleven, of althans belang dat ik in deze studiedag toch zag, was dat we heel hard interprofessioneel ons grenzen moeten verleggen, dat obesitas tijdens de zwangerschap niet puur iets voedkundig is of iets gynaecologisch, maar dat we bij onze collega's te raden moeten gaan en op een juiste manier en tijdstip gaan doorverwijzen. En dan zie ik wel voor bijvoorbeeld de voedkundige wel een plaats om ze op een preconceptioneel tijdstip toch al een goede voorlichting te geven. En om zo toch de problematiek een beetje in te dijken vanuit preventief invalshoek bekeken. En wat is er nu het belangrijkste om te onthouden na deze studiedag? Wat mij eigenlijk heel hard aan deze studiedag is bijgebleven, is hetgeen wat professor De Vlieger zei, namelijk dat als je vrouwen gedurende de zwangerschap goed opvolgt en hun gewicht onder controle houdt, dat je eigenlijk 2 vliegen in 1 klap hebt. En dat sluit aan bij wat je zegt, dat je er 2 hebt voor de prijs van 1. Want blijkbaar, wanneer een vrouw tijdens de zwangerschap te veel bijkomt, geeft zij genetisch die kwetsbaarheid door aan de neonaat of van haar kindje dat eigenlijk in preparatie, in voorbereiding is. Na een goede opkomst en een leerrijke les mogen de organisatoren en ook de deelnemers niet ontevreden zijn. Veel informatie gekregen, het was super goed georganiseerd. Ik kwam hier ook omdat we een opdracht op de opleiding doen gerelateerd aan dat onderwerp. Dus ja, over de obesitas. Extra informatie is altijd welkom. Daar waren we heel blij mee.